Hey guys, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag leek het me wel een goed plan om mijn kast weer eens te gaan opruimen. Ik heb hier al een keer een video van gemaakt, maar ja, het is gewoon leuk om hier een video van te maken als je toch al je kast moet uitruimen. Het is niet heel erg nodig of zo, maar ik dacht, ik heb vakantie, ik heb niet echt iets beters te doen. Dus laat ik maar gewoon mijn kast gaan uitruimen en gaan kijken of ik dingen weg kan doen. En anders maak ik het gewoon weer lekker netjes. Dus dat is wat ik in deze video ga doen. Dit is mijn kledingkast. En onder mijn bed heb ik ook nog twee lades. En daar zit ook nog kleding in. Dus dat ga ik uitzoeken. Oké, ik zal even laten zien hoe het er nu uitziet. Het ziet er niet heel heftig uit. Voor sommige mensen is dit echt super schoon. Zoals je ziet heb ik gewoon een beetje te veel truien die allemaal een beetje opgepropt zitten. Dus ja, ik wilde het gewoon eventjes gaan uitzoeken zodat ik ook weer nieuwe kleding kan bestellen. Want ik wil graag nieuwe zomerkleding. Dus ik ga eerst beginnen met de bovenkant. En dat zijn allemaal truien en jurkjes of vesten, dat soort dingen. Ik heb nu alles even gesorteerd. Hier zijn al mijn truien. Het zijn er echt heel veel, I know. Daar liggen allemaal vestjes. En hier liggen gewoon jurkjes en blousjes en gewoon één lang vest. En dan heb ik hier op de grond eventjes wat kleding neergelegd waarvan ik nog even wil kijken wat ik ermee ga doen. Hier liggen wat haakjes. En dit bovenste gedeelte is dus nu helemaal leeg. En ik ga nu alles terughangen. Gewoon op volgorde en ik hoop dat het een beetje past. Want ja, het is best wel veel. Ik heb nu dit hele bovenste gedeelte gedaan. Zo ziet het eruit. Ja, het kan er nooit echt geweldig uitzien. Aangezien het gewoon allemaal achter elkaar hangt. Maar het is in ieder geval weer georganiseerd. Hier hangen gewoon jurkjes, vestjes. En daar hangen gewoon al mijn truien. En dan ga ik nu dit middelste gedeelte doen. En hier liggen broeken, nog meer truien en shirts. Dus die ga ik nu eventjes organiseren.
Ik heb nu de bovenkant en het middenstuk gedaan. En I know, het ziet er niet heel veel anders uit dan eerst. Maar het is gewoon meer georganiseerd en weer op kleur gesorteerd. Ik heb gewoon iets minder shirts nu, want ik heb er een paar weggedaan. Maar hieronder ligt gewoon ondergoed en dat soort dingen. Dus dat ga ik niet laten zien, maar dat ga ik nu ook even organiseren. En daarna ga ik die bakken onder mijn bed doen. Klaar met mijn kledingkast uitzoeken en ik heb een paar dingetjes weggedaan. En alles ziet er gewoon weer mooi en georganiseerd uit. Dus als je niks te doen hebt in quarantaine is dit een goed idee. Want ik vind het gewoon fijn om alles georganiseerd te hebben en zo. Dus ja, het was niet echt nodig, maar het is wel fijn. En dit was dan deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zo ja, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En doei, tot de volgende keer.